Daar gaan we het longvolume bepalen. En dat doen we door middel van een groot vat met water, waar een cilinder in zit die op dit moment gevuld is helemaal met water. Aan die cilinder zit een slang. Straks ga ik met mijn mond mijn totale longinhoud in deze cilinder blazen. En die cilinder gaat uiteraard omhoog komen omdat er lucht in komt. Als we dan opmeten hoe hoog de cilinder komt, kunnen we bepalen wat mijn longinhoud was. Ik ga nu het vat vol blazen met lucht. Je ziet dat het vat een flink stuk is gestegen. Hij zit bijna helemaal vol met lucht. We meten nu hoeveel lucht erin gekomen is. Totaal 21 centimeter aan lucht is er ingekomen. Als we nu de oppervlakte weten van de bovenkant, kunnen we bepalen wat het volume is. Schematisch hebben we nu de rechthoek hier neergezet. We hebben een bovenoppervlakte van 13 centimeter bij 17,18 centimeter. En we hebben 21,0 centimeter lucht erin geblazen. Er is nu uit te rekenen hoeveel lucht erin gekomen is. En dat kan je doen door lengte keer breedte keer hoogte.